Mijn naam is Mikey Pes. Ik heb besloten wat persoonlijke favoriete films te gaan reviewen. Ik heb een grote doos vol met dvd's in de kast staan waar ik niks meer mee doe, terwijl er toch echt wel een paar toppers tussen zitten. Ik heb de stof er vanaf geblazen en heb een paar mooie titels uitgezocht waar ik jullie wat meer over wil vertellen. Houd in gedachten dat deze video spoilers bevat. Als je de film nog nooit gezien hebt, raad ik je dat nu eerst heel snel te gaan doen. Dit is Hot Tub Time Machine, een film uit 2010 door Steve Pink. Het verhaal is vrij simpel en uniek tegelijk. Een paar vrienden reizen door de tijd via een hot tub, oftewel een bubbelbad. Er zijn vier belangrijke hoofdrolspelers. Ten eerste hebben we Nick, gespeeld door Craig Robinson. Nick, ooit een muzikant, in zijn tienerjaren werkt nu in een hondensalon. Sup, dog. En we ontmoeten hem meteen tijdens zijn mooiste werk van de dag. Hij heeft een vrouw die hem bedriegt, een klote baan en had zijn leven heel anders voorgesteld. Dan krijgen we Adam, gespeeld door John Cusack. Adam zit in de midlife crisis, zijn vrouw heeft hem net verlaten, al zijn spullen meegenomen, maar gelukkig heeft hij nog één biertje in de koelkast staan. Bij Adam in zijn kelder ontmoeten we Jacob, gespeeld door Clark Duke. Jacob zit de hele dag in de kelder van zijn oom videogames te spelen, komt nooit buiten en leeft in zijn eigen spel. En save the best for last, Lou, gespeeld door Rob Corddry. Lou, een depressieve man, heeft geen werk, geen vrouw en geen kinderen en is suicidaal. Why am I in the list? He's an alcoholic, he's divorced. Wife ran off with that Jamaican guy. He's failed at every job, ass money hustle he's ever tried. He has an amount of debt. He hates his mother. He hates himself, he hates everybody. He has erectile dysfunction. He's got halitosis. He's got that rat ball. He's got one of his balls, it's like shriveled up. Oh yeah. Like a... De vier heren komen op het idee om een weekend naar een jeugdvakantieplek te gaan. Kodiak Valley? No fucking way! Yes, aangekomen op hun plek krijgen ze dezelfde kamer als vroeger. Alleen is het toch alles anders. Het dorpje is grauw, vies en lelijk. En ze zien het somber in. Tot ze buiten een hot tub zien staan. Ik hoef jullie natuurlijk niet uit te leggen dat dit geen normale hot tub is. It must be some kind of... hot tub time machine. Door die hot tub leven ze weer midden in de jaren 80. Michael Jackson, krulhaar, beenwarmers, Mario Bros. Dude is rocking a cassette player. Just relax, I'm sure there's a reasonable explanation Don't for all this shit. Tell me the reason. Relax for me. Leg warmers! Jerry Curl! Where's the beef? Excuse me. What color is Michael Jackson? Black. Ze raken volledig in paniek en proberen hun weg terug te vinden naar 2010. Een vage bubbelbadmonteur vertelt ze over de situatie en hoe ze eruit kunnen komen. Ze proberen hetzelfde te doen als toen om geen ernstige veranderingen toe te brengen in de toekomst. Als Back to the Future inderdaad, ja. Het staat zelfs op de cover van de DVD. Ah! Like the Terminator! It's cyclical, right? The machines send Schwarzenegger back to kill Sarah Connor so that John Connor can never be born. But if John Connor don't send Michael Biehn back to protect her, then they never fuck! And John Connor ain't born in the first place! Het is niet de meest slimme film, maar dat vragen we ook niet van een comedy die slechts 100 minuten duurt. De film zit vol met momenten waarvan ik keer op keer weer schaterlachend op de bank zit. Wat mij in eerste instantie opviel, was de sfeer in de film. Een echte jaren 80 vibe met bijvoorbeeld de muziek. Wat een heerlijke herkenbare 80s soundtrack. Motley Crue, Poison, Autograph. Ik kan het helaas niet laten horen vanwege de copyright regels, maar ik zou zeggen, kijk de film en geloof me, you will love it. Wat mij ook opviel zijn soms de rare dingetjes in de film, waar eigenlijk niemand op reageert. Can I have 3000 beer? Nou ja, bedankt, maar 1987 is een beetje verlopen voor me. Waarom reageert er niemand raar? I mean, the whole thing is just totally insane. Ew. So how's the future working out for you? Steekt de sigaar aan en neemt één klein trekje en gooit meteen de sigaar weg. Misschien ben ik te Hollands, maar moet hij niet zeggen, wat zonde, had hem aan mij gegeven. Maar over het algemeen is het een vermakelijke film die lekker wegkijkt. Met een happy ending.
Er bestaat ook een Hardtop Time Machine 2, waarin ze naar de toekomst reizen. Misschien dat ik er ooit nog eens een video over maak, maar die film is lang niet zo goed als deze en was ook heel moeilijk om af te kijken, dus niet echt een aanrader. Hardtop Time Machine deel 1 heeft alles. Goede humor, drama, liefde, goede muziek en de acteurs zijn goed uitgekozen. Geef de film een kans in je DVD-collectie onder je bed en ik weet zeker dat je hem nog een tweede keer kijkt. Bedankt voor het kijken naar mijn eerste filmreview. Laat in de comments weten wat je ervan vond en wat je zelf van de film vindt. Like en subscribe als je mij support in het maken van een volgende video. Bedankt voor het kijken en tot ziens!